Museum van het Huis, wat ik al eerder zei. Het kantelpunt in informatieronding voor het Arthus Museumhuis. De situatie was zo slecht dat wij een week vastkwamen te zitten met allerlei wetenschappers van allerlei landen. Want niemand kon weg, niemand kon vliegen, het ijs was in beweging, het ijs was te dun. Ik kon geen vliegtuig landen, vertrekken. En voor mij een uitgelezen moment om die wetenschappers dus goed te vragen. En te prima van wat is er nou eigenlijk aan de hand met het klimaat. En nou, daar heb ik zo ongelooflijk veel geleerd dat ik voor mezelf de conclusie had getrokken van nu wil ik binnen één jaar naar al die gebieden toe gaan waar klimaat een hele grote impact heeft. Ik heb gisteren een training gehad. En bij de training leerde ik omgaan met de kinderen en ze stimuleren om goede vragen te stellen over duurzame bekertjes, duurzame bordjes, dus alles is plastic, maar dit is karton, duurzaam karton, okay, bordjes, bekertjes, wat ik al zei, aangelengde limonade, dus okay. Dat is ook veel beter. In Nederland is er heel erg veel wind, daarom worden windmolens zeg maar, gezien als best wel een goed initiatief. Maar wetenschappers zijn het niet echt over eens of het nou werkt, dat het nou efficiënt is als windmolens. Dat weet ik wel wat van. Organiseert u dit helemaal alleen of heeft u hulp gehad van andere organisaties? Ja, ik heb zeker hulp gehad. De Stichting Oikos die organiseert het hele. Okay. En die zorgt voor de contacten met de lagere scholen en die haalt ook al die sprekers.